deze keer was het niet één grote actie, waren er 1000 bloemen die mochten bloeien. Ik vond het ook heel fijn, omdat je op die manier heel veel lokale initiatieven tot stand brengt. We hebben met de afdelingen van N-VA in Limburg hebben wij de VZW Box ondersteund. Dat is een VZW die mensen met stofwisselingsziekte ondersteunt. En we hebben verschillende acties gehad in onze provincies. We hebben speculozen in Geneve verkocht op de markt in Hasselt. Ook zijn er verschillende afdelingen waarbij dat de gemeenteraadsleden hun zitpenning hebben afgestaan. Er zijn veel kerstmarkten geweest met gloewijn, erwtensoep. Kortom, heel wat acties die in totaal €3.945 hebben opgeleverd. In de provincie Antwerpen hebben wij de VZW MSA gesteund, omdat Flor van Oppen die ziekte heeft. Er zijn heel wat kerstmarkten waar inzamelingen gebeurd zijn. Er zijn mandatarissen die bijgedragen hebben. Er zijn eetfestijnen georganiseerd. En in totaal heeft dat €8.801,73 opgebracht. En met dat succes zullen we er volgend jaar zeker weer bij zijn. Verschillende Oost-Vlaamse afdelingen hebben heel wat acties georganiseerd. Zijnde van op kerstmarkten pannenkoeken verkopen, chocolademelk verkopen, tot hutsenpot verkopen. En ook een afdeling die een diner heeft georganiseerd. En dit heeft het grote bedrag van €6.041 opgebracht. En ik ben daar heel fier op. We hebben een fuif georganiseerd, een Music for Life feestje, waar dat je met aan €1 een nummerke kon aanvragen. We hebben een quiz georganiseerd, van alle feesten gedaan, op kerstmarkten gestaan. Er is van alles en nog wat georganiseerd. Dat is een heel groot succes, we zijn heel blij. We hebben €5.081 verzameld, dus dat is toch wel een mooi bedrag, samen met Vlaams-Brabant en uiteraard onze hoofdstad Brussel. Alle acties van N-VA hebben meer dan €32.000 opgebracht. Toch wel niet slecht, denk ik. We zijn er heel fier op. En bedankt aan iedereen, alle medewerkers, alle afdelingen, alle mensen die gedoneerd hebben. Enorme bedankt.